Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way. It's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis, Joplin. Ik ben altijd fan geweest van Amerikaanse auto's. En deze heb ik 33 jaar geleden uit Amerika laten komen. En sindsdien heb ik hem ja, helemaal aangepast aan mijn eigen wensen. Wat voor auto is het? Een Corvette Stingray. Kunt u er wat van laten zien? Ja. Het is een V8 7 liter motor. 600 cc. Sport. 500 pk. Heeft plus meer ongeveer 500 pk. Zo. Ja. En voor de rest is hij helemaal van kunststof, dus hij roest niet. Och. Ze kan nooit niks aankomen. Het blijft altijd in dezelfde staat. Blijf altijd zoals hij nou is. En kunt u er zelf aan sleutelen? Ja, doe alles zelf, ja. Zo? Ja, ja. Ik heb van de week nog een nieuwe carburateur erop gezet en zo. Dus. En, maar kunt u er nog krijgen? Ja, alles uit Amerika laat ik dat komen. Ja? Ja. Ja. En voor de rest is het puur hobby, hè? Ja, prachtig. Ja. Veel werk? Nee. Nee. Okay, we tanken. Veel benzine tanken. Veel benzine tanken. Het is hobby, hè? Ja. 1 op 2. 1 Ja, 1 op 2. Ja. Ja. Dat is beter dan een vreemde vrouw uitgeven, hè? Ja, klopt. Dat bedoel ik. Zo is het. Ja. Wat zou die waard zijn? Ja, dat is een liefhebbersauto, hè? Rond tussen 25.000 en 30.000. Ja. Zou je ooit willen verkopen? Nee, nee, nooit. Nooit, nee, nee, ik heb maar een zoon die erft hem van me. De zoon die wil die krijgen. Heb ik altijd gezegd, als ik stop ermee, dan geef ik hem weg. Ja, ik ben Amerikanen gek, hè. Ja. Nothing beats cubic inches, zeg ik altijd, hè. Sorry. Altijd, hoe zwaarder motor, hoe beter, hè. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000. Ik heb altijd in auto's gewerkt. En zodoende is een hobby geworden. En deze, dat is een Engelse auto. En alle Engelse auto's komen overeen met één motorblok. Ja, dat is Engeland. En kunt u hem zelf ook repareren? Ja, dat dacht ik. Ja, ja. Ja. Ja, want ik heb van deze heb ik de motor helemaal gereviseerd. We zijn heel blij dat de versnellingsbak gereviseerd. En het hele aandrijfgedeelte gereviseerd. Maar kunt u die onderdelen nog krijgen? Ja. Ja. Ja, maar daarvoor is het, daarvoor zeg ik in Engeland. Als ik een onderdeeltje van een motorblok moet hebben, die kan ook rustig van een ander merk zijn als een Triumph. Want in de blok voor waar ik zit, dat past allemaal op elkaar. Hé! Hey. Ja. Dat is een Triumph, ja. Mooi. Spartaan is de naam van de auto. Spartaan is de naam van de auto en onderstel. En het motorgedeelte, het aandrijfgedeelte, dat is van een Triumph Harald. Wat zou die kosten? Wat zou die, als je hem zou moeten verkopen, wat zou je vragen? Hij staat nu op 14.000, 2 jaren terug getaxeerd. Op de snelweg? Ja. Ik stop meestal bij een 120, 130. Oké. Okay. En anders? Ja, ik rijd niet over met de ja, ding. Precies, precies. Want dat is eigenlijk een dweil op de weg. Ja. Waarom zou dat poppetje erop zetten? Een poppetje erop zetten. Waarom zou je dat doen? Zomaar. Iedereen wil het doen.
Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way. It's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks. Ik heb hem al 20 jaar. Ik heb er heel lang over gedaan om hem te restaureren. En ook vanwege dat het best wel duur is alles. Alles zelf? En ik heb heel veel zelf gedaan, ja. In een klein garage. Maar ja, jij hebt ook een gezin, hè? Dus, Je hebt eigen garage. Ja, ik heb wel een garage, ja. Maar motorisch is dat best moeilijk, hè? Ja, maar daar heb ik weer iemand voor die daar samen met mij heeft gedaan. Dus een heel goede kennis, die het verstand van zaken had. Hebben we dat samen loodvrij gemaakt. Zit er een motor, hè? 1600 motor. Mogen we de motor zien? Ja, dat mag. Het is een boksenmotor, 4-cilinder boksenmotor. Het boksenlicht eigenlijk hetzelfde type motor, alleen is hij dan qua cilinder en houdt wel een beetje meer. Hè. Maar dit noemden ze in het verleden ook de Volksporsche, omdat die eigenlijk de goedkoper was als de echte Porsche. Maar hij kwam toch van de VW Porsche fabriek. Hè. En van Karman heeft dan de model hier. Maar dit is ook in de Volkswagens, hè? Ja, dit is eigenlijk gewoon een kevertechniek. Kevertechniek, oké. Okay. De hele onderkant is eigenlijk kevertechniek, alleen ja, bij sommigen is dat dan die luchtfilter zo. Deze komt uit Amerika, dus we hebben net iets anders dat daar milieutechnisch vereist zijn. En wat voor brandstof gebruik je? Voormachine. Voormachine? Ja, ik liefst 98. Daar zijn ze eigenlijk wel. Geen loodvrij? Nee, het moet wel de duurdere benzine zijn. Hoe hard loopt die? Hoe hard loopt die? Hij kan 120, maar dat doen we niet meer, want dan schudt het zo. Hè. Nee, we rijden meestal 90, 95. En als we in een groep zijn, maar 60. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so. Don't forget Winona, Kingsman, Bar Scouts.